Hey, grappies en grappinnen, daar ben ik weer met een nieuwe video. En vandaag dacht ik, hey, wat wil ik doen? Doe ik 10 dingen die alle jongens doen? Of doe ik 10 dingen die alle meisjes doen? En toen dacht ik even, nee, ik doe gewoon 10 dingen die iedereen doet. Als jij niet minimaal 8 van deze 10 dingen doet, dan is dit filmpje niet geslaagd. Maar dat doe jij wel. Dus, let go. Je kan bijvoorbeeld gewoon om 7 uur opstaan. En dan zou je je wekker om 7 uur kunnen zetten. Maar nee, dat doe jij niet. Weet je wat jij doet? Je zet je wekker om 6:30, zodat je de wekker nog een half uur kan gaan snoezen. Ja, gaat om de 5 minuten, doe je hem weer uit, totdat het uiteindelijk 7 uur is. Ja, die ken je, hè? Je bent in een gesprek met iemand. Het kan een heet gesprek zijn, het kan een koud gesprek zijn, het kan een lauw gesprek zijn. Maar jullie praten, dit, dat, zus, zo. Je wilt iets typen en op dat moment zie je dat de ander aan het typen is. En wat doe jij? Jij stopt met typen. Ja, ik doe dat heel vaak. En wat gebeurt er dan? De ander stopt ook met typen. Toppers, je ziet er goed uit. Dat betekent dat het vandaag tijd voor de selfie show. Jij pakt jouw telefoon. Jij maakt 2000 selfies. Maak er maar 2016 van. Nu wordt er toch geen leven. Je maakt die foto's. Oeh, la la. En je bekijkt ze allemaal. En je wist ze vervolgens bijna allemaal. Soms zelfs allemaal. Zoveel pijn. Jij hebt een telefoon. De batterij van onze telefoons, die zijn heel belangrijk. Oké, hij staat op 100. Hij gaat uiteindelijk naar 50. Hij gaat uiteindelijk zelfs naar 15. Jij stresst nog steeds niet. Hij staat op 6. Jij stresst nog steeds niet. Hij staat op 1. De hel breekt los. De hel breekt los. Je zoekt je lader. Je rent naar boven. Waarom? Er is bijvoorbeeld McDonald's, noem het maar op. Of iets lekkers. Je eet het en je zit vol. Dus wat doe je? Je gooit het gewoon weg. Je denkt, ach ja, ik zit vol, ik kan niet meer op. Wat moet ik dan? Ik kan het niet bewaren. Ik doe het gewoon weg. Op het moment dat jij weer honger hebt, als het een dag later. Op het moment dat jij honger hebt, denk je, shit, al dat lekkere eten wat ik heb weggegooid gisteren. Why? Ik heb dit gewoon 1 seconde geleden gehad. En ik weet dat jullie dit ook kennen. Stressen, boos worden. Als iemand je kamer inkomt, oké, leuk, kom maar lekker mijn kamer in, voel je vrij. Maar wanneer jij naar buiten gaat, doe mijn deur dan dicht. We zijn niet in de kerk geboren, oké? Voordat je gaat bellen, of voordat je, misschien een belangrijk gesprekje, misschien maakt niet uit wat voor gesprek het is. Dan ga je even bij jezelf oefenen. Dan ga je gewoon even met die telefoon zeggen, hallo, ja, met Ivano. En dan repeteer je gewoon alvast wat je gaat zeggen. Zeg maar niet dat je dat nog nooit hebt gedaan. Wanneer je iemand ziet die je niet wilt zien. Dit is gewoon SOS, code X, niet zien. En het kan ook in verschillende gevallen gebeuren. Of je wil diegene niet zien, of het is gewoon een awkward moment. Waar doe je dan je telefoon erbij pakken? Of doen alsof je belt? Ik weet dat ik dat doe. Best wel zielig eigenlijk. Je wilt een bestand opslaan. Maar ja, je hebt geen naam. En hoe sla je dat dan op? Gewoon zo. Gewoon een bla. Of je zegt bla 1, bla 2, bla 3. Maar gewoon stomme namen. Die heel, het was een spreekbeurt over giraf. Over een giraf. En jij zegt bla bla 1. Oké. Van deze kan ik met 1000% zekerheid zeggen dat iedereen dit kent. En als jij dit niet kent, dan ben je geen mens. Dan moet je weg. Aju, aju. Oké, luister. Je gaat de koelkast in. Je wilt wat eten, je wilt wat drinken, oké, whatever. Maar er is niks. Het is er gewoon niet. Dat lekkere ding wat je zocht is er niet. Wat doe jij? Je gaat weg en na 5 minuten kijkt, open je de koelkast weer. En hoop je dat er wat in zit. Alsof het is getoverd. Alsof je magische veepeetouders hebt. Die heb je niet, dus er zit weer niks in. Dit waren 10 dingen die iedereen doet of heeft gedaan. Laat mij weten welke dingen het meest bekend voorkwamen. En laat mij weten welke dingen je absoluut niet hebt gedaan. Ik geloof het niet. Maar goed, abonneer op mijn kanaal. Abonneerlink staat in de beschrijving. Geef dit filmpje natuurlijk een blauw duimpje omhoog. 2000 duimpjes omhoog zouden cool zijn. Ja, en laat mij weten wat er nog meer is. Wat heb ik gemist in dit filmpje? En welk 10 dingen filmpje wil jij de volgende keer zien? 10 dingen die meisjes doen, 10 dingen die jongens doen of iets heel anders. Laat het weten in de reacties en tot de volgende keer. Oké, adieu.